maakt zaterdagavond aan de Lange Leegte eindelijk weer eens 3 punten. In een slechte wedstrijd werd Helmond Sport met 2-1 verslagen. U hoort Dirk Eimers. Na 9 wedstrijden op een 9e plaats met slechts 9 doelpunten. Achterin is Wiekens nog steeds geblesseerd. De ruim 3600 mensen hadden nog geen echte kansen gezien als we hier in de 11e minuut zijn en de voorzet van Radomski. Dantuma kopt in, maar scheidsrechter Slot keurt de treffer af. We zien het nog een keer en volgens mij gaat Dantuma gewoon een duel aan met Siyi Latu. Maar goed, het blijft dan 0-0 en gaan we naar de 15e minuut. Het was af en toe wat flipperkastvoetbal, dit werk. Maar dan krijgt Oosting toch een enorme kans. Maar die laat de bal te ver van zijn voeten afspringen. En Harold Wapenaar is in balbezit. Als Helmond Sport nog niet echt voor de goal van Darwinkel is geweest, krijgen we deze lange bal van Maurice Verberne in de 31e minuut. Tayutu zoekt de combinatie met Gerry Schumann, krijgt de bal weer terug. Poncho Di Cromo is verslagen. Het duurt allemaal heel erg lang en dan eenvoudig breed op Gerry Schumann. En hij maakt na ruim een half uur de 0-1. Poncho Di Cromo ligt op de grond. Ja, Darwinkel kan hier absoluut niets aan doen. En eigenlijk verdiende Helmond Sport de voorsprong niet. Maar goed, dan gaan we 8 minuten verder in de wedstrijd. Een vrije trap van Prinsen. En kijk eens wat een beauty van Oosting. Verdediging doet natuurlijk ook helemaal niets, maar die bal zit gewoon lekker in het kruis. En zo komt Veendam dus toch nog voor rust op gelijke hoogte. De tweede 45 minuten dan, met de uittrap van Wapenaar. En die gaat over alles en iedereen heen. En dan heb je die snelle Jerry Tayutu. En dit is een hele goede reactie van Darwinkel. Houdt zijn ploeg daarmee in de race. En Veendam kreeg heel geleidelijk toch wat meer kansen. Probleem aanvallend is zo langzamerhand bekend. Gaat voornamelijk ten koste van Zuurman en Van der Meulen. Die mag hier ook koppen, maar kopt dan net over. En dit moet dan de oplossing zijn, Roembiak. En als hij dan ingevallen is, is dit een van zijn eerste acties. Diep in het Sasselgebied. Daar wordt hij voor aangetrokken, legt dan terug op Oosting. En een goede reactie. En daarmee eindigt deze kans ook. Nog iets meer dan een kwartier te gaan en Bart van der Meulen verovert de bal. Dribbelt dan even wat, maakt de schijnbeweging en haalt dan uit. Rand 16 meter en boven in het kruis. Ze waren mooi dan ook zaterdagavond. Die van Oosting en deze van Van der Meulen. Het scheenbeen van Verberne en dat het veldspel niet altijd even vrij was, kon gelegenheidsaanvoerder Rick Slor niks schelen. Ja, nou, ik ben blij met die 3 punten gewoon. En dan mag het nou wat moeizamer gegaan zijn dan die vorige wedstrijd. Maar toen bleven we vaak met lege handen staan. Dus we zijn heel gelukkig met die 3 punten nou weer. Het vervelende op dit moment is echt het scoren. Werkt er al op de ploeg door? Nou, geloof ik niet dat het ploeg zich zo voelt moet zien. We hebben nou 2 keer gescoord. We hebben ook nog wel, denk ik, 2 of 3 goede kansen gehad. Dus dat valt wel mee. Nou, dat was aanvallend. Nu even verdedigend. Je mist nog steeds Wiekens. Hoe is die organisatie nu achterin? Nou ja, Bob staat nu op de plaats van Wiekens. Dat is de enige verandering. Dus dat gaat gewoon goed, denk ik. Die jongen doet goed mee. Moet je zien, die is voor het eerste jaar erbij dit jaar. En die pakt het gewoon goed op. Die is er goed met zijn verstand bij. Scherp. Dus daar zijn we heel tevreden over. Ja.